www.deboodschap.today. Transformatieproductie identiteitskaarten. De productie van identiteitskaarten ondergaat een transformatie. Dit houdt in dat de afdeling identiteitskaarten op het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, geen identiteitskaarten meer produceert per 13 maart 2019. De laatste dag waarop burgers op het bureau terecht kunnen voor vervaardiging van de huidige identiteitskaarten is 12 maart 2019. Dit zegt Valerie Vinci, hoofd van de afdeling identiteit van het CBB. Dit ten gevolge van de invoering van de elektronische identiteitskaart, de EID. Hierna kunnen de burgers zich wenden tot de bureaus voor burgerzaken om hun identiteitskaarten aan te maken. In de eerste fase kan dat alleen op specifieke bureaus die zijn aangesloten op de database van het CBB. Deze fase gaat later deze maand in. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.